Het in de coronacrisis Vlaanderen inderdaad al verschillende keren maanden achter de feiten aan laten hollen. En de Vlaming is dat voelbaar moe. Het is goed dat u op onze vraag bent ingegaan en dat u beleid voorziet voor terugkerende vakantiegangers, maar het komt andermaal zo laat. En zelfs in dit laatste akkoord blijft het onduidelijk hoe afdwingbaar die quarantaine is, vooral met de oranje zones. Ik blijf trouwens met een concrete vraag zitten. Wat gaat u doen met toeristen uit risicogebieden? Want Vlamingen zullen nu terecht 14 dagen in quarantaine zitten, maar buitenlandse toeristen kunnen het virus binnenbrengen. En zonder een draaiboek om toeristen te tracen die hier aankomen, blijft de aanpak zo lek als een zeef. Dus ik vraag mij af, hoe loopt het overleg met uw federale collega's rond de vakantiegangers die hier binnenkomen? Wat is het resultaat van dat overleg? En hoe gaat u samen preventieve actie nemen? Want we willen toch niet dat onze Vlaamse toeristische hotspots voor de verspreiding van het virus worden? Collega